Welkom bij Volgens Leren Kijken nummer 39. Ik neem jullie vandaag weer eens mee de Kennemerduinen in, het bosgebied in. Het is een prachtige dag, midden september, vol in de trektijd. Dus hopelijk zien we leuke zangvogels en wie weet nog wat anders. Laten we snel op pad gaan. Dit bescheiden alerte vogeltje is de grauwe vliegenvanger. Het is een redelijk algemene broedvogel in Nederland, vooral in het oosten van het land, de Veluwe. Schaarse broeder in de duinen. En er is niet zo heel veel opvallends aan. Een grijsbruine rug en een lichte borst met streepjes die je nu niet kunt zien. Maar die houding die is heel kenmerkend. Ja, nou zie je hem van voren met die mooie streepjes. Zo zit hij altijd heel parmantig, heel rechtop. Is heel kenmerkend met dat grote alerte zwarte oog. En dan op de uitkijk naar vliegjes die hij dan in de vlucht vangt met een fladderende vlucht. Het is een onopvallend vogeltje met een onopvallende roep en een onopvallende zang, maar wel erg mooi. Niet zo duidelijk te zien, maar heel duidelijk te horen. De vitis met zijn kenmerkende roep, huit, niet zijn zang dus. En als je hem stil ziet zitten, dan zie je een duidelijke lichte wenkbrauwstreep. En dit is het landschap waarin hij vertoeft. Het buitenduin in het najaar met bestdragende meidoorns. Prachtig. Dit is het paapje. Die is hier zeker op de trek, want die broedt niet meer in de duinen. Gaat helaas erg slecht met dit mooie vogeltje. Broedt nog wel in Drenthe met nog een paar honderd paardjes. Hij doet oppervlakkig wel denken aan de roodborsttapuit, het vrouwtje van vlog 17. Maar heel kenmerkend is de wenkbrauwstreep. Die valt van afstand nog meer op dan van dichtbij. En verder heeft hij net zo'n warm, zalmroze verenkleed met tekening van strepen van zwart en bruin. Deze is zeker op weg naar het Afrika beneden de Sahara, want daar overwinteren deze zangvogeltjes die insecten eten. En nog een blauwborst verscholen in de duindoren op de rug, een beetje aan het babbelzingen, met duidelijk de roestkleurige staart en een klein beetje blauw zie je op de keel en heel duidelijk die witte wenkbrauwstreek. Deze opname was van iets eerder dit jaar. Hier een jagende boomvalk. Die besprak ik uitgebreid in vlog 34. Je ziet heel duidelijk de witte wang en de zwarte baardstreep. Een kenmerkende vluchtprofiel met lange spitse sikkelachtige vleugels en een relatief korte staart en een hele krachtige vlucht. Schitterend beest. En ter vergelijking hier de sperwer met meer afgeronde vleugels en wat vingers aan de vleugels, een relatief lange staart. En als je hem stilzet in het begin kon je ook de strepen zien. En kenmerkend voor de sperwer is een aantal vleugelslagen en dan even zweven. Flap, 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 zweef. Dit watervlugge vogeltje is de glanskop, familie van de mezen. Hij is net zo klein als de pimpelmees, maar wat boller. En kenmerkend is die crème bruine rug en vleugels, een lichte borst en buik, een lichte wang en die enorme wat glanzende kap die doorloopt tot in de nek, zwart, met ook een zwarte bef. De glanskop lijkt buitengewoon veel op zijn broertje de matkop. De glanskop is wat meer van de droge bossen en voor een beginnende vogelaar zijn de twee erg lastig uit elkaar te houden, behalve op geluid, maar daar kom ik op een andere keer nog wel een keer op terug. Het is ook een redelijk algemene broedvogel hier in de duinen en hij broedt in holen die hij een beetje uithakt in rottend hout. Dit is best een kenmerkend gebied hier in de duinen, een soort typisch landschap waarin hij voorkomt.
En hier zie je een mannetje van de kneu, die schitterende rode vlekken op zijn borst. En je ziet ook de nog cappuccino-bruin, kastanjekleurige rug, grijze kopje en wat crème borstbuik en vrij lange staart met grijs-zwarte staartpennen. Heel algemeen vogel hier in de duinen, prachtig beest. Hier zie je een fourragerende boomkruiper. Je ziet hem prachtig manoeuvreren met dat spitse snaveltje en die kwastvormige krachtige staart op zijn kop langs de tak omhoog. Ik besprak hem uitgebreid in vlog 17. Het is een tikje lastig te zien zo met tegenlicht, met al die takken tegen de lichte lucht aan. Hopelijk zien we hem zo nog iets beter. Ah, kijk, dat is beter. Gewoon tegen een stam aan. Kijk, ze zijn zelfs met z'n tweeën. En tot slot nog een sfeerplaatje van een groenling in de duindoren. Van voren gezien, een vrouwtje. Niet dat heldere geel, dat zit op zijn rug. En dat zie je meer bij het mannetje. Zo, dat was Vogels leren kijken met Paul Sager nummer 39. Prachtige duinen, mooie tijd van het jaar. Eén echte trekvogel, het paapje. En verder nog wat leuke vogels. Ik hoop dat je ervan hebt genoten en op naar volgende week. Dag!